Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb net Liam op school afgezet. Hij wou zijn kersttrui niet aan, maar hij heeft hem toch aan. En we gaan nou boodschappen doen voor kerst. Inmiddels ben ik alweer thuis. Maar ik heb mijn wagen volgeladen hoor. De kindjes zitten ingebouwd in de boodschappen. Ja, het is waar jongen. Mama gaat nou even uitpakken. Ja. We hebben boodschapjes gedaan. Je bent een beetje moe, hè? Maar mama moet je nog heel even wakker houden. Ja. We hebben boodschapjes gedaan. We hebben een fruitje gegeten. Mama heeft alle boodschapjes opgeruimd. Hè? En nu moeten we even wachten totdat de tijd om is. En dat we Liam kunnen halen. Ja. Lekker ding. Ja, yay. Daar moeten we nu even op wachten, hè. Want Liam had nog kerstfeestje op het schooltje. Ja, en had mama een heel leuke trui bij hem aandoen. En dan wou hij niet, Uiteindelijk wel gelukt. Maar ja. Het brrrr. De ratten zijn weer wakker, hoor. Je bent een rat. Dat balletje, daar was Sammy mee aan het spelen. En jij pakt hem steeds af. En dan leg je hem ergens anders neer. Zo niet lief van jou. Ondertussen ben ik ook aan het uploaden. Maar, je hebt er weer een bende van gemaakt hier, hè? Ik moet zo eten koken en ik moet ze nog in kerstkleding doen, want ik had nog geen kerstfoto, dus die moet ik ook nog even maken. In de hoop dat ze meewerken. Misschien dat ik het ook wel later doe, dat ik wacht op Niels. Want met z'n tweeën is dat makkelijker te maken als alleen. Ik wilde eigenlijk kerstfoto's maken, maar dat gaan we morgenochtend doen. Want deze kleine etterbak. Ja, met je volle pam. Zoals hij nou doet. Dit is heel de woonkamer door. En nou, dat gaat hem niet worden. Sam wil zo ook naar bed. En Jordi weet ik niet. Maar in ieder geval, ik pleur. Nou, ik niet eens. Niels pleurt daar de kinderen gewoon in hun nest. En ik ga hier aan de gang. Ik ben dan geen mama meer. Ik ben dan... Niels die doet alles met de kinderen. Zoals nu is de politieauto van Jordi gevallen. En papa gaat die oprapen. Dat gaat mama niet doen, dat gaat papa doen. Want ik word continu lastiggevallen hier door een klein ettertje. Ja, je bent een etter. Ja, zie je wel? Ja. Jij bent de etter. Jij. Ook al film ik niet hoor, dit doet hij ook gewoon als ik niet film. Dan gaat hij ook bovenop me zitten. Wat ja, is niet leuk hè, dat Liam de hele tijd zo doet hè. Nee, is je potverdorie. Ja, ik heb echt zo'n bui dat ik echt kan doen. Kindjes liggen op bed. Proost. Papa, mama proost. Oeh, die is lekker. Die laat ik er mooi in, hè, Niels? Nee. Meneer Scheet. Ja. Hallo! Hallo! Koekoek! Hi! Koekoek! Hi! Ja! Joepie! Wacht.
Lekker. Kindjes liggen al op bed. Ik heb vanochtend veel gedaan. We hebben foto's gemaakt. Wij gaan hier dadelijk even opruimen en alles. Ik heb voor het gourmetten straks, want mijn ouders komen, heb ik bijna alles klaar. En we moeten hier dadelijk eventjes de bende opruimen, want het is één grote piep bende. En ik heb gisteren een fles wijn opgedronken. Smakelijk. Ja, smakelijk. Dus ja, ik lag op tijd slapen, maar ik heb niet veel geslapen, want ik heb bekant heel de nacht met Jordi opgezeten. Er was niks aan de hand. Meneer wou gewoon niet slapen. En nou we klaar zijn met gourmetten en zijn broertjes naar bed hebben gebracht, heeft hij de tijd van zijn leven. Want dat is nou lekker rustig. Ja, ja, ja. Hij heeft heel veel lol nu, momenteel. Hij heeft echt heel veel lol. Hallo, laat die dekens liggen. Ja. En we hebben een toetie. Die ga ik ook even opeten. Een hele goede morgen allemaal. Gisteren waren we, was het gezellig. Alleen ja, daarna hebben we niet meer gevlogd, want we waren zo moe. Dus heel gedoe met de kinderen en kerst en dan nog twee opa, of een opa en oma. Toch? Ja, opa en oma hebben ook wel meegeholpen hoor. Ja, maar die vreet ook energie. Alles vreet momenteel energie. Dus. Sam en Liam hebben al de fles op. Jullie liggen nog te pitten. Dus die ga ik zo wakker maken. En dan ga ik daar met Liam even naar oma toe, hè? Heb je zin om naar oma te gaan? Je hoeft ze ook wel mee willen. Dat gaan we niet doen. Ik ga niet naar oma. Hi Lia, wil je ook wel vertellen? Nou, dan ga ik zo eens even kijken of Jordi wakker te krijgen is. Raad eens wie er wakker is. Joefie, nee, Joef. Hi. Nee, jij moet klappen. Jij moet klappen. Klappen zijn handjes, klei, klei, klei. Op Jordi zijn bolletje. Allebei. Handjes in de hoogte. En handjes in de zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Nee, klaar. We zijn klaar. Nee, want jij bent nou mij in de maling aan het nemen dat ik het alsnog ga doen. Hi Liam. Afblijven, hè? Mag je niet aankomen, hè? Afblijven. Joefie weg.
Oeh, nee. Afblijven, zei mama. Nee. Afblijven. Ja, mama zei afblijven. We zijn Jordi in de maling aan het nemen, Niels. Ja, papa heeft gezegd tegen Jordi dat het 10 uur is. Met een kwart voor 10. Ja, normaal is het zo dat dat niet met hem lukt. Maar het lukt nu tot nu toe aardig. Liam is lekker aan het eten. Sammy heeft lekker fruitje. Ja! En we hebben natuurlijk een filmpje aan het staan, zodat hij goed eet. En ik ben ook aan het eten. Ik heb een ontplofte kop. Ah joh. Ik ben vandaag toch lekker thuis. Ik heb vandaag pyjama dag. Niels is met Liam naar zijn moeder toe. En ik ben gewoon lekker thuis met Jordi en met Sam. Sam die heeft net op de bank met mij gezeten. Maar hij wilde toch lekker gaan spelen. Dus wat is hij nou gaan doen? En hier zit Jordi. Zit Boomba te kijken. Hé hey Jordi. Ik ben lekker Boomba aan het kijken, jongen. We hebben met het ontbijten ook al best veel van hem gevraagd. Dus meestal is het wel echt dat je hem daarna moet laten relaxen en even niks. En dat is hij nou aan het doen, want dadelijk moet hij ook weer een boterhammetje eten of een broodje of net wat ik hem geef. Misschien ook een wat poffertje geven of zo, weet ik het. Ik heb het ook nog liggen. Dan moet hij gewoon daarna gewoon even relaxen en even niks doen. Zodat hij het volgende project weer aan kan, om het even zo te zeggen. En dat is nu het geval. Hè? Jee? Goed te vinden. Ben jij moe? Ben jij moe? Zou mama Boomba iets dichterbij gaan zetten voor jou? Ja? Wat wel zo is, en dan, ik weet niet of meerdere ouders hebben die kijken en een kindje hebben met een beperking. Maakt eigenlijk helemaal niet uit welke beperking. Maar ik en Niels bijvoorbeeld kunnen Jordi ook nooit overprikkelen. Tenminste niet in de zin van hoe je overprikkeld kunt worden zoals Jordi het kan. Ja, ik moet zeggen dat dat wij daar wel geluk mee hebben. Alleen Jordi kan dan wel overprikkeld worden door bijvoorbeeld het boterhammetje dat hij eet. Door het gevoel van die boterham of een bepaald speelgoedje of wat dan ook. Maar als ik of Niels zelf met hem bezig zijn, kunnen we hem niet overprikkelen. Ik moest gapen. Hij kan bijvoorbeeld wel weer overprikkeld worden als we hem nu mee hadden genomen naar de moeder van Niels. Het is weer een andere omgeving. We hebben met hem ontbeten. Gisteren is het wat drukker geweest, dus hij is iets prikkelbaarder als normaal. Ja, wat ga je dan doen? Ik ga dan toch voor rust. En waarom ga ik voor rust? Omdat ik heb morgen, ze hebben vakantie, Liam, Jordi. Van schooltje. En Jordi heeft de week vakantie. Maar ik ben morgen gewoon met hem alleen in principe. Want Niels is morgen gewoon werken. Dan kan dan juist het overprikkel gebeuren eruit komen. En ik heb dan 3 kinderen in mijn uppie. En ik kan dat aan. Maar het is wel verdomd lastig om hem dan rustig te houden. En als bijvoorbeeld Liam hier is en die doet dan 1 dingetje gewoon wat hij normaal ook doet, wat normaal gewoon kan. Bam. Dan is het gewoon in 1 keer over de zeik zijn. En dat is Jordi. En dat is niet erg en dat mag. Maar ik ben wel van mening als ik het kan voorkomen, moeten we dat wel doen. Dus vandaar dat we dat nu op deze manier doen. En bovendien, ik ben ook gewoon moe en ik moet ook aan mezelf denken enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Dus Niels die zei ook van, blijf lekker thuis. Blijf lekker thuis met Jordi en met Sam. Ik ga even alleen met Liam. Ik heb net Sam in bed gelegd. Het kereltje was vannacht ook al aan het klooien. En ik heb echt maar een paar uur slapen hoor. Ik heb het ook ijskoud van de moeheid. Maar
straks gewoon lekker niet wil doen. Maar Jordi, we hadden gisteren een poffertje gegeten. Of in ieder geval Jordi en Liam hebben poffertjes gegeten. En die had ik dus nog over. Dus ik zei tegen Niels, ik zeg, dan geef ik Jordi daar wat poffertjes. Dus die is nou lekker poffertjes aan het eten. En Sam die heeft net dan de fles gehad en die is nou net in bed. Dus ik krijg Jordi lekker poffertjes, daarna een flesje melk. En dan gaat hij ook lekker naar bedje toe. Ja. Ondertussen wel in het genot van een filmpje, want ja, hè. Ja, pak maar. Kom maar pakken. Ja, kom maar pakken. Kom maar pakken. Goed zo. Lekker, hè. Er zijn er 3 wakker. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is... Papakus? Nee, niet papakus. Jordi. Oh. Ja. Jordi is niet zo blij met papa, dus die weigert papa een kus te geven. Maar als ik... Mm-hmm. Oh! Net niet! Hij zit je een maling te nemen. Hi! Oeh, wat doet papa? Nee. Een kusje geven aan papa. Nee, hij wil echt geen kusje geven. Papa heeft me net aan mijn kop gehouden. En daar. En daar is Liam. Hi Liam, heb je ook lekker geslapen? Liam vindt niet erg om zijn kop te houden. Nee, maar Jordi vindt het ook niet leuk dat Liam nou komt vervelen. Nee, mama krijgt ook geen kusje. En Sammy is daar aan het spelen. Ja. Kijk, dat is Sam. Dit. Wat wil je vertellen? Ja, je bent er helemaal mee eens, hè? Ik ben eten aan het maken voor zo dadelijk. En Niels is me aan het helpen. Want wij hebben in de gang altijd zo'n ruimte zitten waar je alles maar dumpt en dumpt en dumpt. Maar ik wil daar mijn... wandelwagens hebben. Dus Niels is even voor mij aan het uitruimen en het opruimen. Zodat het in ieder geval terecht daar kan. Want ik gebruik die bijna niet meer. Alleen als we echt weggaan met de auto, dan kan Niels hem in de auto zetten. Maar anders gebruik ik de wolkenkar. Dus ja, daar moesten we dus een plek voor hebben. Dus Niels is nu bezig. Kijk, ik heb het over dit hoekje. Dus ik zit er niet zo lang. Nee, die zit er helemaal nog niet zo lang in, Niels. Ik heb het hier over. Dit is gewoon een doorn in het oog. En in de toekomst wordt het iets anders. En wordt het veranderd. Ja, we willen hier een kast maken. Ja. Maar ja, dat is nu nog niet aan de orde. Dus we moeten het nu even opruimen. Tenminste, Niels die gaat dat voor mij doen. Je Max Verstappen jas. Oh, moet ik. Oh, een bende. En ik moet ook door de jassen heen van de kinderen. Want er zijn al jassen tussen die te klein aan het worden zijn. En die kunnen dan weer weg natuurlijk. Dus ja. Maar wat eten wij? We hebben frietjes. Onze buurman heeft een friet en snackbar. En ja, bij ons is het friet. Patatfriet, bij ons is het friet. Die ga ik in de airfryer doen, want hij had nog over en hij gaf het aan ons. Dus ja, konden we het vandaag lekker eten. Vlees van gisteren van het gourmet hebben we over. Niels heeft eventjes voor mij echtjes mijn worteltjes gehaald, want ik vind het wel belangrijk dat de kinderen ook groentes eten. En ik ben eitjes aan het koken voor brood voor Niels vanmorgen. Dus dat ben ik aan het maken.
Sam die krijgt vandaag een potje, want dan had ik nou aardappels moeten koken of iets. En daar had ik eigenlijk geen zin in. Dus Sam krijgt een keer een potje. Dus ja, en we hebben ook mayonaise van de Boemerang. Echt super mayonaise. Want kindjes krijgen altijd uitslag van alle mayonaise soorten. Behalve die van de Heinz en van de Boemerang. Dus ja, hun hebben daar geen rode gezichtjes. Kunnen ze lekker mayonaise in hun mond proppen. Dus daar ben ik blij mee. Wat? Ja, die pleuren we maar weg. Dan speelt zij toch niet meer mee. Ja, dat is 2 minuten en 1 minuut. Ja, dit is zo'n ding voor de hond. En ja, ze, volgens mij heeft ze hem zelfs gesloopt. Maar die gaat weg. Bij nader inzien, geen potje voor Sam, want ik had nog aardappeltjes van gisteren over. Dus die ga ik even lichtjes opbakken, zodat ik die dadelijk lekker kan pureren. En dan heeft hij vleesje en heeft hij groentes. Dus dat heeft hij ook lekker gegeten. Een beetje appelmoes erbij. Lekker. Dit is wat Niels van Gebrouwen heeft. Hallo, je hoort je niet. Nee. Nee, je gaat niet naar de wc. Nee, er staat geen ik ben wc-kind op jouw voorhoofd. Weg. Kst. Joef ook. Kom, Joef. Papa, hij is boos omdat hij niet naar de wc mocht. Eerst papa. Jordi is net even geholpen door ons. Hij heeft al zijn luier aan, ligt daar niet volledig naakt. Hij krijgt nou een pyjama aan. Die andere twee hooligans die liggen al op bed. En wij gaan hier even opruimen. En dan gaan we lekker bankzaken en beleggingen doen. Misschien dat ik even van tevoren douche. Want het is... Maar goed, in ieder geval... Jordi die is geholpen en hij heeft flink gepoept. Het was echt eventjes een flinke berg, hè? Dus ja, dat is wat er aan de hand is. En ja, morgen heeft Jordi vakantie, dus hij is een week thuis. Zij gaat een leuke week worden. We hebben hier samen nog eventjes alles opgeruimd, gestofzuigd, gedweld. Je hebt gestofzuigd, gedweld. En ik ben even gauw een douche nog. Ik ga nou even jouw brood smeren en even een paar lekkere dingetjes nog pakken. Zodat we nog eventjes lekker de zondagavond af kunnen sluiten. En ik zit op jou te wachten tot we eindelijk in de cover kunnen kijken. Ja, ik moest nog even al editen. 2 weken. Ja, ik moest nog even editen. Maar dan ga ik nou eventjes allemaal klaarmaken. En dan heb ik ook in ieder geval alles zover klaar. Dus wij gaan lekker bankzaken houden nou. Dat betekent ook dat de dag ten einde is. Ja, deze ups en down ook. Ik hoop dat jullie een hele fijne kerst hebben gehad. En wij in ieder geval wel, toch? We hebben een fijne kerst gehad. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.